Hoi Steenbok, welkom bij jullie horoscoopreading voor de komende tijd. Ik ga kijken welke berichten ik mag overbrengen richting jullie voor deze keer. Ik begin met jullie algehele energie. De kaarten voor jullie flexibel, de waarheid en een oneindig verhaal. Een oneindig verhaal waar je dus uit mag komen. Kan zijn een bepaalde situatie waarin je dus elke keer hetzelfde herhaalt of een gedachtepatroon, een overtuiging. De waarheid mag gezien worden. Ik weet nog niet zo goed wat flexibel hier in deze legging gaat betekenen, maar dat zien we zo wel. Ik heb 1918, een verlaging van de energie. Het kan ook zijn dat je dus vermoeid raakt van dit oneindige verhaal. Ik heb laat spirit je gids zijn van de havik. De bever legt een solide basis onder de waarheid. 4-4. En de olifant leer van het verleden. Ja, wat ik dus al zeg. Het is een herhalend patroon, een herhalend verhaal die je dus aan het creëren bent voor jezelf. Zal ik eens even kijken wat het boekje zegt over flexibel. We krijgen gewoon 0,0 iets door hier. Even kijken. En dat gebeurt niet zo vaak, dat ik niks doorkrijg bij een kaart. 19. Even kijken. De wezenlijke betekenissen: leergierig, open. Aanvaarden zonder voorwaarden te stellen. Aanvaarden zonder voorwaarden te stellen. Een boom staat stevig geworteld in de aarde. Toch kunnen zijn takken buigen in de storm, terwijl een vaste structuur zoals een gebouw waarschijnlijk om zou vallen. Let eens op hoe de boom soepel en ook standvastig blijft, terwijl alles om hem heen misschien een puinhoop wordt. Zo moet jij nu ook zijn. Bereid om iets nieuws te leren, leergierig, buigzaam maar toch beslist en trouw aan jezelf. Gezond verstand is belangrijk, maar een open geest is dat ook. Blijf nieuwsgierig, blijf je openstellen, dan schikken anderen zich ook gemakkelijker naar jou. De boodschap voor bescherming. Wanneer jij of een ander je te rigide of star blijft opstellen, dan kom je niet verder en ontdek je dat je in een wel eens niete situatie komt. Laat het los. Open je hart en je geest en kijk of een soepeler benadering je een beter gevoel geeft. Koppigheid zorgt voor strijd, waarbij er alleen maar verliezers zijn en geen winnaars. Kun je een manier ontdekken die voor beide gunstig is? Ontmoet elkaar in het midden. Spirit is een goede mediator. Mediator. Ja. Oké. Nou, dat is wel een behoorlijke waarheid over jezelf dan. Die nu tevoorschijn komt. Hè? Ja, dat je toch te gesloten bent. Te star.
jezelf dus niet openstelt voor anderen om jou heen. En dit is een herhalend patroon. Dus waarschijnlijk als iemand te dicht bij je komt, dan sluit jij, dan word je star. Ja, omdat er waarschijnlijk in het verleden al iets is gebeurd waarom je zo in het leven staat op dit moment. Oké, we gaan even met de tarot verder kijken. Wat mag ik zien bij flexibel? 9 van bekers. En 9 van bekers is ja, een kaart van wensvervullingen. Maar ja, als jij je dus gesloten blijft opstellen en jezelf niet opent, dan moet je ook niet verwachten dat jouw wensen in vervulling gaan. Ja, de waarheid is dus dat jij jezelf in gebrek blijft houden. Hierdoor. Ja, wat maakt het dat jij zo gesloten bent, hè? Dat weet jij vast beter dan ik. Maar weet wel dat het jouw energie blokkeert. Oneindig verhaal, twee van mensen. Ja, dit is de kaart van twijfelen. Het heen en weer juggelen. Ja, je niet volledig durven openstellen. Het kan zijn situaties, dat kan zijn mensen, waarin we dus een gesloten houding aannemen. Ja, vanuit een pijnstuk vanuit het verleden. Laat spirit je gids zijn. Laat spirit jou helpen. Dus als jij het contact maakt met jouw gidsen en vraagt, kan je mij helpen om mezelf beter, ja, open te stellen? En niet vanuit angst gesloten blijft. Kan je mij daarin begeleiden? Kan je mij de tekenen laten zien? En dan moet je er wel ook open voor staan om dat te ontvangen natuurlijk. Want vaak krijg je dan iets op jouw pad die jou daarin dus helpt. Dus daar kan dus een persoon op jouw pad komen. Nou ja, hier hebben we al de koning van staven. Het zou zomaar kunnen zijn dat die koning van staven op jouw pad gaat komen. Om jou iets daarin te leren. Hè, dat jij jezelf dus mag openstellen. Koning van Staven is iemand die heel goed weet wat hij wil. Dus ja, die kan best wel een dominante energie hebben vanuit zelfverzekerdheid. Hè. Kan best wel dominant in de energie zijn. En dat triggert jou misschien van, hé, deze persoon is heel erg open. Komt heel dominant in de energie over, maar dan vanuit de goede plek. Niet om jou te domineren in de zin van, ik maak jou klein. Zou kunnen. Want ook daarin valt een les te leren natuurlijk. Maar ik heb meer het gevoel dat er iemand op jouw pad komt die heel zelfverzekerd is. Die echt uitstraalt van, hè, ik sta hier, hier ben ik. Ik weet precies wat ik wil in het leven. En ik straal dit ook uit. Dus in die zin een hele dominante energie. En daar kan jij dus iets van leren. Hè? Dus een soort voorbeeld. Dat als jij in je innerlijke kracht staat, ja, dan zal je ook niet zo snel dingen gaan aantrekken die jouw pijn willen doen. Leg een solide basis. Nou, er komt ook nog eens de vier van staven bij. Ja, dit heeft alles te maken met jouw basischakra. Vanuit de basischakra moeten we onszelf veilig kunnen voelen om iets op te bouwen. Het kan zijn in werk of dat kan zijn in een relatie of in je gezondheid. Die basis moet ten alle tijde goed zijn, stevig zijn. Want als in de basis iets niet goed zit, als daar onzekerheid zit of een angst zit, om te falen bijvoorbeeld, ja, dan bouw je eigenlijk al op valse grond. En dan kan je er gif op innemen dat het een keer instort.
Dus het begint allemaal bij de basis. En je krijgt ook de vier van staven. En dat is ook de basis. En je krijgt de vier stokken waar je een huis mee kan bouwen eigenlijk. De vier elementen binnenin jouzelf. Die zorgen ook voor een goede basis. En de open geest is het vijfde stukje. Hè? Dus de open geest is het contact zeg maar, met de ether, met de spiritwereld. En dan ben je compleet. Dus er is iets in de basis wat niet helemaal kloppend is. Daar zit dus een blokkade, een flinke blokkade. En ja, dat zegt die vijf van munten eigenlijk ook al. Want dit is financieel gebrek. Ja, ik neem hem vaak algemeen van, ja, dit is gebrek, een gebrekkaart. Maar officieel is het financiële gebrek. En de basischakra staat ook altijd in verbinding met je financiën. Heeft te maken met jouw eigenwaarde. Hoe sterk ben jij in je innerlijke kracht? Hoe zelfverzekerd ben jij? En van daaruit kan je opbouwen. Want zonder zelfvertrouwen ben je eigenlijk nergens. Dan heb je eigenlijk al een instabiele basis. Leer van het verleden. Dus in het verleden heb je al situaties meegemaakt die jou daar al zeg maar in hebben getriggerd. Iets hebben laten zien van hè, dat je heel erg onzeker bent en niet met beide benen op de grond staat. Of het leven niet vertrouwt, jezelf niet vertrouwt, andere mensen niet vertrouwt. Het kan zijn dat er heel veel wantrouwen is richting andere mensen. Het kan zijn dat je angsten hebt voor een nieuw begin. Het kan zijn dat je angst hebt voor het onbekende. Het begint allemaal bij de basis. En dat is ook de waarheid die je nu van jezelf mag gaan zien. Je mag dus gaan erkennen van jezelf dat jij onzekerheid draagt. In welke situatie dan ook voor jou speelt op dit moment. Het kan zijn dat je heel erg onzeker bent in relatievormen, in verbindingen. Het kan zijn dat je heel erg angst hebt voor het onbekende, om ergens nieuw in te starten. Om je comfort te verlaten. Wat is het voor jou? Wat is jouw verhaal? Wat is jouw oneindige verhaal hierin? Als ik dan even kijk naar de twee van munten, dat is een kaart van twijfel. Is een kaart van ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik wik en ik weeg en ik weet het niet. Dat heeft ook iets te maken met onzekerheid. Nooit kunnen kiezen. Mijn nichtje had daar heel veel last van. Die onlangs is overleden. Maar zij vertelde ook altijd: ik heb zoveel moeite om te kiezen. Zelfs als ik in de supermarkt sta, dan weet ik niet of ik aardappels of pasta's moet eten. Zo erg was het bij haar. Dus als je niet in het leven de keuzes kan maken, dat betekent dat er heel veel onzekerheid binnenin jou zit, vanuit die basischakra. Je voelt je niet veilig om een keuze te maken. Want stel je voor dat je de verkeerde keuze maakt. Maar in het leven zijn geen garanties. En niks is verkeerd in het leven. Dat is ook zo'n overtuiging die we vast hebben zitten in ons brein. Hè? Dat we een verkeerde keuze kunnen maken. Maar er is niks verkeerds. Er is ook geen verkeerd pad. Die bestaat niet. Dat is een verzinsel van ons hoofd. Dus als jij denkt, ik maak een verkeerde keuze. Dat is een verzinsel van jouw hoofd. Dat is de illusie. Kies waar jij je goed bij voelt. En als blijkt gaandeweg dat het toch niet de juiste keuze is voor jou geweest, dan kan je altijd anders kiezen. Niks is verkeerd. Maar wanneer je die waarheid gaat zien, dan valt er natuurlijk al een hele last van je schouders af. En je zakt ook meer in jouw lichaam, naar beneden. Vanuit je hoofd zak je meer je lichaam in. Waardoor je dus ook steviger op de aarde komt te staan. Zelfverzekerd wordt. Je krijgt de ridder van staven bij leer van het verleden. Je hebt hier de koning van staven, de ridder van staven. Dat heeft allemaal te maken met energie, met passie, met creativiteit, creatiekracht, spiritualiteit. Ja, en de ridder van staven is ook een snelle energie, vol passie vooruitgaan. Ook hier zie je bij die vrouw die vier staven om haar heen. Ook die zegt,
Zorg voor die stabiliteit. Zorg voor die veiligheid binnenin jezelf. Leer ook te zien dat er geen garanties zijn in het leven. Leer ook het grote geheel te zien dat er niks verkeerd is. Dat er geen verkeerde keuzes gemaakt kunnen worden. Je kan nooit verkeerd kiezen. Je kan nooit het verkeerde pad oplopen. Dat bestaat niet. Het is gewoon een verzinsel. Het is een illusie. Je komt er vanzelf wel achter of iets wel of niet goed is. En dan in dat moment, als jij daar achter komt, nou dan weet je dat. En je kan ter plekke een nieuwe keuze maken. Dus ja, zoek voor jezelf het stukje verleden op, waar jouw onzekerheid is ontstaan, waarin jij aangetast bent geraakt in jouw zelfvertrouwen. Is dat al in de kindertijd geweest of is dat op latere leeftijd geweest? Er is iets in het verleden wat jou onzeker heeft gemaakt in het leven, waardoor je gesloten bent geraakt, niet volledig open kan staan. En als je dat kan zien, en hoe kan je dat terughalen naar hier en nu, waar jij nu staat, zeg maar, in jouw situatie, hoe kan je dat terughalen? Hoe kan je die verbinding zien daarmee? En kan je dus nu zien dat jij op een andere manier nu in het leven kan gaan staan en anders kan kiezen? Laat spirit je gids zijn. Laat spirit je helpen, zeg maar, om bijvoorbeeld die herinneringen naar boven te halen van ja, wanneer is dit gebeurd? Wanneer ben ik mijn zelfvertrouwen verloren? Wanneer ben ik het vertrouwen in verbindingen verloren? Want de Vier van Staven spreekt weer over verbindingen. Wanneer ben ik het verloren vertrouwen op financieel vlak? Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is het gebeurd dat ik mijn passie ben verloren? Zoveel dingen waar je naar terug zou kunnen kijken. Ik benoem ze gewoon allemaal. Het is niet allemaal van jou van toepassing waarschijnlijk. Maar probeer zelf eens terug te kijken en te onderzoeken waar komt dit vandaan en hoe kan ik dat terughalen hier en nu? En hoe kan ik nu veranderen daarin? Wat heb ik nodig voor mezelf om daarin te kunnen veranderen? Dit is jullie bericht, Steenbok. Ik hoop dat ik je de inzichten en inspiratie heb mogen overbrengen deze keer. Ik bedank jou voor het kijken en wie weet zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei doei!